Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een lekkere lange, extra smeuïge aflevering van de XXL Gameplay. Vandaag presenteer ik jullie met gepaste trots een echte klassieker voor de Nintendo GameCube. Welkom bij Ho 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 Mario Party 4! Mario Party 4 is voor mij de game waardoor ik helemaal verslaafd ben geraakt aan de Mario Party serie. Ik heb Mario Party 4, 5, 6, 7 en 8 in mijn bezit en daarna ben ik er eigenlijk weer een klein beetje mee gekapt. Misschien is het een leuk idee om voor de XXL gameplay ook gewoon eventjes Mario Party 1, 2 en 3 te kopen. En misschien gewoon door te gaan tot de Wii U games die ik gewoon nog helemaal niet heb gespeeld. Het blijft gewoon hetzelfde. Over een bord heen rennen en een beetje minigames spelen. Het is niet een heel ingewikkeld spel in principe. Minigames en heel veel geluk hebben. Mario Party is echt zo'n game die vriendschappen op een hoger niveau kapot kan maken. Ik kan me dat momenteel niet veroorloven, dus ik ga gewoon lekker een potje tegen bots spelen. Deze game heeft een story mode, heb ik nooit gespeeld. We gaan gewoon lekker even party mode doen. Deze game heeft 5 verschillende maps en ik heb denk ik 80% van de potjes Mario Party 4 gespeeld op dezelfde map. Want 1 van de 5 maps is gewoon zoveel beter dan de andere maps. Als je de map ziet en je mag er eentje uitkiezen, weet je waarschijnlijk al welke ik het liefste wil. Moet je even zien wat onze keuze is. Daar is Toad. Welkom in party mode. Dankjewel broeder. Ik hoef de regels niet te weten. De regels leren mij maar gewoon. Hoeveel mensen spelen er mee? Ja, 1 vandaag Toad. Oh, zoals gewoonlijk Rick. Yes. Ik ga spelen als Prinses Persik. Hartstikke leuke vrouw als je het echt een beetje dit kennen. Oh, dan mag je allemaal kiezen wie de bots worden. Ik wil graag Wario. Doe maar gewoon op easy, want ik heb deze game al zo lang niet meer gespeeld. En ik wil graag winnen, oké. Als je de bots op medium zet, is winnen echt al een uitdaging. Doe maar Danky Kang. En doe maar of Daisy of Waluigi. Waluigi? Die is ook wel leuk. Doe maar Daisy, hartstikke leuk. Hartstikke leuk team om zo lekker tegen te spelen. Welke party wil je spelen? We hebben Toad's Midway Madness, dat is een pretpark. We hebben Boo's Haunted Bash, die is ook best wel vet. Koopa's Seaside Soiree. Maar natuurlijk ook nog Shy Guy's Jungle Jam en Goomba's Greedy Gala. Sowieso, van alle Mario Party games heeft Mario Party 4 wel echt een van de leukste maps. Maar mijn favoriete map is en blijft Toad's Midway Madness. Het is op een kermis, kom op. Ik wil dit vooral als kind. En als kind is kermis is alles. Kermis is alles wat je wil in je leven. Dus dat is wel fijn. Ik zit even te denken hoeveel turns we het beste kunnen doen. We gaan niet in teams, iedereen voor zich. Ik had een hele sterke bot in mijn team moeten gooien. Laten we dan 10 beurten doen? Misschien 15. Wat gaan we afkrijgen in een video? Dat is een beetje de vraag. We doen wel 10. Minigames. Alle bonus. Wat is dat? Oh, dan krijg je allemaal extra sterren. Van, oeh, jij hebt de meeste minigames gewonnen. De meeste muntjes. En dan kan ik mezelf een handicap geven van 10 sterren. Laten we dat lekker niet doen, want dan wordt het wel heel makkelijk. Deze settings zijn fantastisch. Let's party. Het probleem met Mario Kart is, ik hou van games waar je in kan winnen als je goed bent. Mario Kart is een klein beetje geluk met welke items je krijgt. Maar Mario Kart is grotendeels een game van skill. Super Smash Bros. Is een game van skill. Er worden hele grote evenementen gegeven. En de mensen die daarop spelen maken je sowieso in of ze nou geluk hebben of niet. En Mario Party is wat anders. Je kan iedere minigame in de hele game winnen en toch verliezen omdat je niet goed genoeg kan dobbelen. En dat geeft juist ook wel een extra leuk element, want je kan dit spelen met je moeder. En als je moeder heel veel geluk heeft, maakt ze je alsnog keihard in. Alleen als je net als ik gewoon altijd wil winnen, wordt het best wel uitdagend. Welkom in Toad's Midway Madness. Ik ben Toad en ik zal je gids zijn. Dankjewel Toad. Ik hou van pretparken, dus ik heb een bord gemaakt dat er op eentje lijkt. Wow, nerd. Geniet alsjeblieft van de leuke attracties en laat je zorgen achter. Laten we nu bekijken wie hier mag spelen. Hey, wie het hoogst gooit. Wop! Zoveel zelfvertrouwen heb ik die 3 meegepakt. Denk, oh, ik mag ook echt als laatste. Dat is echt voor de rest van de game. Dit is echt de belangrijkste gooi die je moet doen. En ik pak vol zelfvertrouwen een 3. Oh, ze is nog helemaal blij. Yay, ik mag als laatste. Woe! Iedereen begint met 10 coins. Het idee is, ergens op het bord ligt de ster. Ik ga sowieso niet de eerste bij die ster zijn. En de ster kost 20 muntjes. En ja, iemand gaat me sowieso helemaal kapot maken. Daar komt het eigenlijk op neer. De ster is nog niet zo heel ver weg. Ik hoop altijd gewoon dat de mensen die bij de ster komen gewoon niet genoeg geld hebben. Oh, gooi er meteen een 7. Oh, Donkey Kong, alsjeblieft, sloop jezelf. Oh, dit is super gemeen. Je wordt hier meteen al in je bibs genomen. Want
hij gaat nu die kant op, maar de volgende persoon die er langs gaat, die gaat gewoon compleet niet heen waar de ster is. Ja! Zo zit deze game eventjes flink in elkaar vandaag. Daisy, start! Het is ook gewoon stom dat je naar al die bots moet kijken. Voor mij in de latere Mario Parties kun je dat gewoon skippen. Is gewoon, oké, laat die bots maar doen wat ze willen op een soort driedubbele snelheid. Ik hoop in ieder geval dat ze dat hebben toegevoegd, want dit is gewoon kak. Oh, ik krijg wel een paddenstoel. Een lekkere dosis, een gratis paddo's van de game. Wat heeft hij voor moois? De roze paddenstoel. Wat doe je dan? Word je dan mini? Dan kun je bepaalde afsnijroutes nemen en zo. Oké, prima. Peach, start! Hé, dat ben ik! Een 9! Oh shit, dan ga ik nu de verkeerde kant op. Thanks, game! Gooi ik een keer hoog, heb ik er geen palzak aan. Ah, ik wacht wel gewoon dat iemand anders die ster pakt en dan springt hij mijn kant op. Ik heb het wel van de handy. Ik weet nog niet hoe ik dit ga winnen, maar de overwinning zal van mij zijn. Ga ik nou gewoon weer terug? Loop ik nu een rondje? Is dat mijn prijs? 3 tegen 1, dat is interessant. Wat is de minigame die we gaan spelen? Ik heb nog een enkele minigame vrijgespeeld. Hide and go boom. Minigames is wel echt leuk. Ik vind wel dat door de Mario Party games worden de minigames wel leuker. De Mario Party 4 minigames zijn redelijk simpel, maar... de spelers kunnen verstoppen in een van de 4 kanonnen. De andere player moet de kanonnen afvuren. Oké. Okay. Ik moet gewoon een plek kiezen. Is dat alles? Oké, okay, dat is gewoon geluk dus. Gadverdamme, ik haat minigames gebaseerd op geluk. Oké, okay, welk kanon wil ik in? Dat is even de grote vraag. Dus hij mag Wario er maar 3 uitzoeken of zo? Wat is het idee hiervan? Wat moet ik doen? Ah, ik kan hier nog wisselen. Door wie die. Ja, waar zitten we nou, hè? Oh, nee. Ik dacht even dat hij voor mijn kanon ging. Alsjeblieft, niet kanon X. Daar zit ik in. Wario doet gewoon niks. Oh, hij steekt er maar eentje aan. Ja, dat ben ik. Dat is kut. Wat? We zitten alle 3 in kanon X? Jongens! Waar ging het fout? Huh? Wat? Help! Ik word helemaal ingemaakt door Wario. Nee! Alle nachtmerries uit mijn jeugd komen uit. Ik moet ook echt nog een keer een XL gameplay doen van die game WarioWare Smooth Moves. Ah, die game is zo leuk. Dat is nou echt een leuke game. Weet je waarom die zo leuk is? Omdat die leuk is. Het is echt een vette game. Het is wel een Wii-game. Het ding is, sommige Wii-games kan ik gewoon niet fijn opnemen. Want ik zit hier, mijn beeldscherm zit hier. Zeg maar de sensorbalk. Hier zit de sensorbalk. En normaal gesproken, als je op Wii-games op je tv speelt, zit je een paar meter van je tv af. Of je bent heel fanatiek en dan zit je er half voor. Het probleem is dus, als je zo je controller tegen die sensorbalk aanhoudt, dan doet hij het niet fijn. Ik kan niet zo een Wii-game besturen. Dus dan moet ik aan het einde van mijn kamer gaan staan. Iedere keer als ik een Wii-game opstart, sta ik letterlijk aan de andere kant van mijn kamer. Dan weet je dat ook weer. En dan tegen de game aan loop ik hierheen. Dus dat soort games nemen niet echt lekker op. Waarom is Wario klein? Ik snap dat dat leuk is voor jou om een klein manneke te zijn. Oh, hij is ook gewoon niet teruggezet. Hij gaat nu ook weer die kant op. Het hele begin van deze map sloopt gewoon meteen alles. Nee, prima. Gezellig, Wario. Leuk je te ontmoeten, man. Ik ga maar gewoon een willekeurig rondje door de map lopen en hopen dat er nog wat uitkomt. Boom! Een 5! Ik moet echt weer naar het begin. Wauw. Zo weinig bereikt in beurt 2. Het is haast gewoon een beetje zielig. Oké, is het iedereen voor zichzelf? Een 4-player minigame. Nice. Welk gaan we krijgen? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. We krijgen Domination. Geen idee wat het is hoor. Het klinkt alsof ik er wel vanaf weet. Als ik de minigame uitleg zie, ken ik hem misschien. Press the switch repeatedly to set up your Womp Dominoes. Oké. Ik ga gewoon even practice doen, omdat ik per se wil winnen. Voor mij is het gewoon zo'n minigame waar je heel vaak op A moet mappen, of niet? Ja, voor mij moet je gewoon zo hard als je kan op A mappen. En het record staat op 60. Je kan altijd best je controle neerleggen. En echt gewoon tikken voor je leven. Ik kan ook even gewoon niet praten, ik ben te hard aan het mappen. Mijn hele bureau trilt, waarschijnlijk hoor je hier ook best wel wat lelijk geluid van. Arrgh. Misschien heb ik zelf de 80 gebroken. Ik weet niet meer. Vroeger was ik hier vast veel beter in. Toen ik nog een klein rikje was. Op de DS is dat zo moeilijk. Heb je van die minigames. Moet je een pennetje zo. Oh, ik heb ze weg keihard ingemaakt. Oh, eentje onder het record. No. Strategie dus. Op tafel leggen met 2 vingers. Zo. En dan amper omhoog. Je moet gewoon amper de knop af. Je kan zo gaan drukken. Maar dan ben je alleen maar met meer afstand bezig. Dus zo vingertjes erop. En dan pam, 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 pam.
Ik speel deze minigame voornamelijk om aan alle potentiële sensuele lovers te laten zien dat ik heel goed ben met mijn vingers. Dat is gewoon smerig, Rick. Maar als ik dat record pak, dan weten vrouwen wel wat is up. Oké, kom maar. Godverdomme, jongen! Fuck die... Kom op, Rick! Kom op! Je kan dit! Oké. Mijn vingers zijn nog in topconditie. Ik heb ze getraind. Ik ga dat geld pakken nu, verdomme. Ik heb het gevoel dat het minder goed ging dan net. Alhoewel. Weer 79. Verdomme record. Wel gewonnen. Ik doe het ervoor. Nice. Oh, ik ga zo hard verliezen op het niveau van sterren. Ik sta wel eerste momenteel. Omdat, ja, ik heb het meeste geld. Money. Oké, dan. Volgende ronde. Woehoe. Danky Kang. Tuurlijk gooit hij een 7. Gast, neem die ster gewoon meteen mee. Ik hoef hem niet eens meer. Echt. Hij is ook echt bijna. Ja, hij is er bijna. Maar heeft hij ook genoeg geld? Nee. Donkey Kong heeft niet genoeg geld om zo meteen de ster te kopen. Dus er is nog een klein beetje hoop. Behalve dat waarschijnlijk dat rat nu weer... Oh, deze gaat hem nu wel kopen. Heeft deze genoeg geld? Nee, die heeft ook niet genoeg geld. Dat is de enige manier waarop ik NPC's kan stoppen van de ster kopen. Ja, je hebt gewoon te weinig geld. Oh. Dat is mij nou nooit overkomen in een potje Mario Party. Dat ik per ongeluk te weinig geld heb. Geldzorgen, die vallen wel mee in deze game. Oeh, hij had op een springvakje, toch? Dat was... Oh, hij wisselt met van plek. Met mij. Wat fijn. Toch? Of hij gaat naar mijn plek toe. En dan verlies ik geld misschien, omdat hij op mijn hoofd valt. Nee, geen geld verliezen? Nee, fijn. Mooi zo. Peach, start. Wow! 8. Oké, gaan we nu alsjeblieft wel de goede kant op? Yes, het kan nog. Aangezien allebei die bots niet genoeg geld hebben, en nu ik in deze kant op ga, is het oprecht op een bepaald niveau nog soort van een klein beetje mogelijk om die ster te krijgen. Die twee gasten gaan allebei deze kant op, dus ik ga ze maar even achterna. Dat is de sukkel die ik ben. 3 extra munten voor mij, bitches. Oké, 2-2. Maar waarom moet ik met Wario samen? Dat is wel beter. Want dan krijgen allebei, krijgt Donkey Kong in ieder geval geen geld als we winnen. Revert a bombs. Oké, reverse a bombs. Prima. De minigame is... Press the corresponding buttons to direct, redirect the bomb arms. Blow the other team up 10 times to win. Oh. Ik ga nog even practicen, gewoon voor de zekerheid. Zo fanatiek ben ik. Als ik een minigame niet volledig ken, voor de zekerheid practice ik hem eventjes. Oh, je moet wel lopen gewoon. Oké. Dus heb je zo'n bommetje die loopt zo deze kant op. En dan moet je dus daarheen lopen en hem dan omkeren. Oké. Oh, kut. Nee, die daar. Oh, je wordt echt weggetikt. Nee. Fuck. Jee, je wordt echt ingemaakt, Wario. Die! Nee! Ze hebben al hun levens nog! Nou, echt keihard gesloopt. Dat gaan we nog een keer proberen. Met iets meer focus en iets meer concentratie kan ik deze minigame waarschijnlijk nog een keer verliezen. Ik heb er zin in. Het is allemaal de schuld van Wario. Het is allemaal jouw schuld, mijn broeder. Oké, dan. Start! Oké, focus, Rick. Wario, je staat aan de... Ik kan er niet heen, want jij staat er al. Godver... Mijn leven. Nee. Fucking Wario. Oh my god. Je bent zo'n debiel. Echt waar. Ik hoop dat je afbrandt in een brandend bos. Echt. Oh fuck, ik heb mijn eigen ding... Oh nee, nee, nee. Godverde kak! Dit is waarom ik geen Mario Party speel. Ik kan gewoon niet langs Mario lopen. Waarom mag ik niet gewoon in mijn eentje? Het bestaan van andere mensen verpest mijn leven. Help. Oh, hij staat er nog steeds niet. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh ja. Donkey Kong wordt van de spoor afgejaagd. Oh, het kan nog. Geluk lacht me toch nog een klein beetje toe. Deze hele map is zo niet te doen en zo luck hebben. Ik ben denk wel momenteel de persoon het dichtst bij de ster. Dus... Oh, de loterijwinkel. Dat is vet. Dan kun je een lot kopen. En dan is de kans echt minimaal dat je wat wint. Maar ik heb echt bijna nooit wat gewonnen. Maar het gebeurt. Aan het einde van de game of zo doen ze een drawing.
Ik ga al sowieso meedoen. Ik ga sowieso even meedoen met de loterij. Je kan 100 muntjes winnen als je een beetje veel succes hebt. Oh, je kan meteen draaien. Dat is wel fijn. Ah, oh, wat jammer nou. Oh, zo verdrietig. Ben je een fucking prinses. 5 muntjes kwijt. Kleine midlife crisis. Kan gebeuren, Daisy. Kan gebeuren. Ja, je bent niet teeny tiny genoeg om daar doorheen te gaan. Ah, oh, nog zo'n wiel. Nah. Goh, goh. Oh, een grote bak chlamydia's deze game, zeg. Vat de game al redelijk goed samen. Grote bak chlamydia. Niet te vergelijken met de kleine bak chlamydia die relatief klein is in vergelijking met de grote bak chlamydia. Hey Mario, wat leuk dat je ook nog probeert de game te winnen. You try, my boy, you try. Oké. Het is weer de beurt aan Peach. Gooi even hoog, gooi even hoog. Een 5. Dat is niet echt de hoogte waar ik aan zat te denken, maar ga even de item shop in. Ik durf wat geld uit te geven. Buy an item. Wat heb je allemaal voor moois? Mini mushroom, super mega mushroom. 3 dices om mee te rollen. Dat was. Het is een beetje tricky, want ik kan het doen. En als ik de volgende minigame niet win, heb ik wel te weinig geld om de ster te halen. Dus dat is een beetje het risico dat ik neem. Swap card. Trade items with an opponent chosen at random. Boost crystal ball. Voor mij is dat super sterk. Voor mij kan ik met boost crystal ball echt gewoon een ster stelen. Ik kan die ook gewoon pakken, maar ik kan beter die ster zelf pakken. Dus ik denk dat we gewoon... Ik ga de super mega mushroom kopen en ik ga er gewoon vanuit dat ik de volgende minigame win. Als ik niet win, alsjeblieft, iemand sla me heel hard. Ik heb nog hier een mushroom, dat is fijn. Is het iets positiefs? Doe maar de grote doos. Aangezien Peach zelf ook een grote doos heeft. Ah, mega mushroom, krijg ik hem alsnog. Wat een fijne wereld om in te leven. Oei oei oei, 2-2. Wel met Danky Kang, grote winnaar. Lucky minigame. Oh, je krijgt meer coins dan normaal. Oké, prima. Hoeveel meer? Hoeveel meer? 3 keer zoveel! Oh, oh, dit wordt intens. Oké, deze minigame moet ik echt winnen. Voor mijn leven. Ik heb die ster nodig. The Great Deflate. Voor mij is dat een spam knopje. Je moet ground pounden op een ijsblok. Toch? Is mijn kennis... Ja. Oké, wat zijn de controls? A plus A. Oké, ik ga hem 1 keer practicen. Gewoon omdat ik moet dit winnen. Als ik dit niet win, dan win ik het potje niet. En als ik een potje niet win, ben ik dan nog wel de beste Mario Party YouTuber. Dat was je niet, Rick. Maar toch. Ja, maar we staan nu al keihard voor. Kijk ze wegzakken onder onze awesomeheid. Nee, oké, dat is goed genoeg. Ik geloof het wel. Ik hoef de minigame niet eens af te maken. We spelen hem lekker. Oké, dan. We duiken erin, jongens. We duiken er harder in dan ooit tevoren. Ik denk dat er sowieso een paar mensen zijn dit kijken en denken, huh, je kan een puzzel oefenen, dat heb ik vast nog nooit gedaan. Er staat een Z voor practice, maar vast niet veel mensen die dat werk de moeite doen. Ik ben wel zo lief als ik de game met vrienden speel, dan practicen we iedere opdracht, want ik ken de opdrachten al. En denk, ja, vind ik het wel netjes jullie hem ook alvast een keer mogen proberen. Dan is het toch wat eerlijker dat ik al weet, ik moet hier naar links, ik moet hier naar rechts en jij hebt geen idee. Sommige minigames, bijvoorbeeld, je hebt ook een paar puzzel minigames. Ik ken die puzzels op een gegeven moment gewoon uit mijn hoofd. Ja, een klein beetje oneerlijke wereld. Wel, dankjewel voor de plus 30 muntjes. Dat gaat me in ieder geval weer een beetje weghalen van plaats 4. Ah, prima. Oké. Het fijne is, ik ga die 3-dubbele mushroom gebruiken. En dan kan ik meteen de volgende ster ook pakken. Vanuitgaan dat niet een of andere motherfucker hem recht voor mijn neus vandaan snoept, komt het helemaal goed. 1. Ah, goed gedaan, Donkey Kong. Dat is een bom. Wat gebeurt er dan? Oh, shit! Het is tijd voor een battle minigame! Ik ben de... Oh nee, wat wordt de inzet? Ik dacht eventjes, de inzet wordt 50 muntjes. Nee, het is prima. Er zitten 80 coins. Je kan 80 coins winnen. Ik heb er toch 24, dus ik heb genoeg om de ster te winnen. Oeh, dit is lijntjes trekken. Lijntjes trekken. Dit ken ik. Wat moet je ook weer doen? Moet je een rechte lijn trekken? Wat is de... Trace the colored line on the ground. Whoever stays closer to the original wins. Control sign move. Ik ga hem even 1 keer testen. Omdat ik fucking fanatiek ben. Ik wil die 80 muntjes hebben. De inzet is groot vandaag. Dit ziet er te doen uit. Behalve dat mijn handschrift normaal gesproken verschrikkelijk is. Oh, dit gaat smooth als een babybill, jongens. Bij mij in ieder geval. Ik weet niet hoe het bij de rest gaat, maar... Ik weet niet ook hoe het met die babybill gaat, maar... Voor mij doe ik het best goed in vergelijking met de bots. Ik geloof het wel. Ik kan nu de hele puzzel nog een keer doen en zien wat voor moeilijke valstrikken er op de loer liggen, maar... Dit kan ik. Mijn handschrift is niet te lezen, maar een lijn overtrekken. In alle rust. Ik ben prinses fucking Peach, jongen. Beatrix de derde. Het gaat mij lukken. Oké. Kom op, Peach. Kom op!
Doe waarvoor je geboren bent. Teken die lijn. Oh, zo soepel. Oh, Rick, waarom ben je geen grafisch vormgever geworden? I don't know, man. Het kan nog steeds. Don't let your Mario parties be dreams. Yes. Oh. Zo subtiel en soepel. En oh, wat een fijne lijntjes. Oh, dat ging even een kleine boeboe. Ja, dat is gewoon tegen perfectie aan. Ik perfecteer jullie de moeder. Alhoewel, Donkey Kong heeft het ook best lekker gedaan. Alhoewel, hij zit er net een beetje vanaf. Zeg maar, de lijnen die ze trekken zijn goed. Alleen het zit gewoon niet op de lijn. 90% motherfuckers. Nice. Kom op met die 80 muntjes. Dominatie. Oh ja, iedereen krijgt nog een beetje geld. Mario krijgt ook nog een beetje geld voor de moeite. Nou, 10 minuten later. Plus 56. Ik doe het ervoor. Oh, Mario Party. You never know what happens next. Iedere beurt. Ik dacht echt vanaf het begin. Oh ja, ik ga echt verliezen. Dit gaat echt niet goed. En toen opeens kwam het toch nog een klein beetje goed. Of gaat Daisy opeens toch weer die sterren halen? Ik zie het te doen, hoor. Ik zie het te doen, die teef. Oh man, meteen weer een battle ronde. Ah joh, hoger dan 80 kan de inzet niet worden volgens mij. Is er een ding waar iedereen al zijn geld inzet? Zo ja, help. 20. Oké, nee, dan win ik gewoon nog meer geld. Hé jongens, jullie hebben mij hier niet mee hoor. Jullie hebben mij hier niet mee. Kom maar op met die moneypoen geld. Oei, deze is moeilijk. Je moet cheap cheeps ontwijken, of niet? Cheap cheeps, dat zijn die kleine kutvissen. Of moet je vissen? Bij de reel, de cheap cheap. Whoever reels it in the fastest wins. Oei. Je moet gewoon op A drukken. Oh, dat klinkt als een beetje een lucky game. Ze even gluren. Of is het een reflex? Gaan al onze hengels tegelijk naar beneden? Huh? Huh? Hoe werkt dit? Huh? Huh? Ik heb even geen idee wat er zojuist gebeurde. Ik wil de minigame begrijpen. Alleen... Wat gebeurde er zojuist? Ik zag echt helemaal geen signaal van het feit dat er iets aan mijn hengel zat. Dat kan aan mij liggen hoor. Ik heb mijn lenzen niet in, maar... Even heel goed naar het touwtje van me kijken. Ik moet gewoon kijken of er een vis bij zit. Huh? 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 Hè? Huh? Wat? Ik snap er geen ene flikker van. Maar oprecht. Huh? We gaan hem spelen. We moeten toch een keer. Ik heb echt geen idee wat de logica van deze puzzel is. Staat de comments weer vol met... Ja, Rick, je moet hier en hier en hier op letten. Dat zal weer, maar... Ik wacht tot mijn controller gaat trillen en dan haal ik hem omhoog. Nu! Ah, kijk, voor mij is dat het. Maar moet je gewoon wachten tot je controller trilt. Motherfuckers! En als je iets later wacht, dan is je vis opeens gekrompen. Dat is hoe vissen in de echte wereld ook werken. Zodra je... Ah! Moet je meteen je vis eruit halen, anders krimpt hij. True story. Ah, joh, Peach. Lekker gedaan, wijf. Top wijf. Top vrouwke. Vrouw aan de top. Ah, dan komt er nog een muntje erbij. Feels good, man. Feels good. Oké, dan. Laat maar zien wat deze game nog meer in petto heeft. Wario's beurt. Hey Wario, waar ga je heen? Ga je weer een rondje lopen? Maar natuurlijk! Ah, dat van Wario begint wel een beetje zielig te worden, arme man. Had ik kunnen zijn. Dan was ik de hele aflevering heel pissig geweest, omdat ik dat ben. Nou ja, als je nog een rondje loopt, komt alles weer goed. Oh shit! Oh no, je gaat niet meer naar mij toe. Goed zo, ga maar lekker naar Donkey Kong toe. In een land, ver, ver weg van hier. Nice. Oké, dan ben ik nu aan de beurt. Nee, jawel. Oké, nice. Laten we een item gebruiken. Ik heb een Mega Mushroom en een Mega Mushroom. Super Mega Mushroom is 3 dobbelstenen. Dat is niet te verneuken. Dat kun je niet verneuken. Ik kan niet met 3... Ik kan 1-1-1 gooien, maar de kans dat dat gebeurt is relatief klein. Hashtag wiskunde dingetjes. Dan ben ik echt super groot opeens. Heeft dat nog nadelen of zo? Pot! Een 7. En een 1. Natuurlijk. En een 2. 10 samen. Wow. Ik wist het. Nee. Nee. Ik zag het aankomen. Ik denk, nee, als ik daarmee langs de finish ga. Sowieso dat ik er dan langs loop. Fuck. Ik kan gewoon mijn hele ding opnieuw aanzetten. Oh. Dat doet zoveel pijn. Ik dacht nog. Zit er een negatief effect aan dat je zo fucking groot bent? Ja, dat zit er. Fuck. Kut.
Dungeon duos. Help your teammate to clear all the obstacles in this dark dungeon. Ik ga dit in één keer doen. Ik denk dat ik het kan. Dat is een televisieprogramma. Oké. Je moet dus één voor één elkaar helpen. Dus ik moet gewoon meteen naar voren lopen en die hendel overhalen. Dat kan Daisy door en die kan dan... Zijn wel lekker het prinsessen duo momenteel. Oh, ik moet meerdere keren drukken? Ja. En dat wist ik niet. Kijk eens aan, mijn prinses. Mwah. De record is al 2 minuten. Kom op, Daisy. Pompen. Harder. Kan ik er niet overheen springen? Dat zou echt fijn zijn. Shortcut shit. Oh ja, nice. Hey, de prinsessen zijn een team. Lekker samenwerken. La 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 la. Hoppla. Vlugge vingertjes. Dat zijn die gamende vlugge vingertjes. Oké, wat is het volgende onderdeel ook weer? Dan moet je dat ding daar draaien. Dan kan de ene erop. En dan moet je aan de overkant en dan kan de andere hem draaien. Dat. Wacht. Ik zei wacht. Fuck. Oh, het duurt ook zo lang voordat ik weer terug ben. Oh, auw. Doet pijn, man. Oké, thanks. We gaan dit winnen. Oké, dan. Oké, dan kan jij meteen zo doen. Ja. Dit kun je bijna niet verneuken, Daisy. Thanks. Oké, dan. Draai hem nog een keertje. Laat je hem wel voor me staan, alsjeblieft. Thanks. Oké, ik sta erop. Het scheelde weinig, maar ik sta erop. Oké, breng me naar de overkant. Bring me to the horizon. Oké, dan komt er weer een mooi roterend platform voor jou. Onze voorsprong is echt minimaal momenteel. We moeten even wat aan doen. We staan echt een seconde voor of zo. Dat is niet heel denderend. Oh, we moeten nu even het einde vinden. Is het gewoon die boven daar? Ja. Hey, Daisy, pak die daarboven. Dat is de goeie. Thanks. Nog meer. Oh, shit. Oké. Ik heb al heel goed de eerste paar uitgezocht. Ze gaan sowieso... Oh, shit. Oh, ze hebben die net pas. Ik dacht, ze hebben hem gevonden. Dat valt dus nog mee. Het is sowieso één van de bovenste drie. Probeer jij die? Dat is hem! Oh! We moeten nog iets oppompen, volgens mij. L en R. En dan vliegen we weg met een luchtballon. Recht naar de outer space. Oh, voor mij moet het... Oh, je moet goed in uitpompen, anders dan... Ja, ik spamde het te hard, daardoor ging het juist langzamer. Maar dit is prima. Hey, gewonnen! Geen wereldrecord verbroken. Het is ook geen wereldrecord, hoor. Het is gewoon een scorer van de game zegt... Nou, als je deze tijd neerzet, doe je het soort van snel. Daar doe ik het voor. Oh man, ik haat mezelf zo erg dat ik langs die ster ben gelopen. Ik dacht nog, zou ik niet gewoon de dubbele dobbelsteen nemen? Rick, is het niet gewoon beter op... Rick, waarom neem je niet gewoon de dubbele dobbelsteen? Dat is toch gewoon goed genoeg? Nee, ik wil de fucking 10 dubbele dobbelsteen. Ik heb er genoeg geld. Ik ga het alles kopen in die shops. Echt, boeit me geen flikker meer. Zoek het maar uit. Laatste 5 beurten. Nou, loterij, ja. Nou, was leuk. De kans dat je dit wint is best klein. Nou, niemand heeft al gewonnen. Eerste stukje al niemand gewonnen. Hoeveel zou je daarmee winnen? Echt 1 miljoen muntjes. Zou wel vet zijn. First place Peach, yay! Ik had ook echt heel erg first place kunnen staan door die ster te pakken. Yo! Kut! Oké, de 5 last turns roulette event. Is het dan zo'n ding dat bijvoorbeeld alles... Wat krijgt hij? Ster. De coin multiplier. Nu krijg je dus per vakje 6 muntjes in plaats van 3. En ook minder, min 6. Oké. Een Mario Party 5 is er eentje dat heet... Ik weet niet precies hoe het heet, maar... Het komt er meer. Ieder vakje op het bord wordt een speciaal vakje. Een paddenstoelenvakje. Of een vakje waar de Bowser komt. Een ster, echt. De laatste 5 beurten gaat de hele game op zijn kop daardoor. Het is best wel lachen. Daisy! Oeh, een Bowser vakje. Oi, 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 oi. Ik denk dat gewoon niemand een ster gaat pakken nog in de laatste paar beurten. Ik denk dat de harde realiteit gaat worden van dit potje Mario Party. Hey Mario, nog steeds rondjes aan het lopen, my man. Misschien dat ik een item gebruik waardoor ik met iemand van plek kan wisselen. Niemand is ook echt goed dichtbij. Laat ik even een item gebruiken. Become mini, but remember, the dice will only roll 1 tot 5. Maar dat durf ik maar aan. We gaan door dat gat heen. Geen idee wat dat te doen is. Er is vast iets te doen daar. Anders was het er niet. Oké, dan. Geen 1, Rick. Het enige wat je moet doen is geen 1 gooien. 1! Ah, 3. Nice. Deze game snapt mij. Er is daar vast iets super vets te doen. Toad, breng je even naar de ster of iets in die richting. Oeh, een paddenstoel. Doe maar een kleine doos.
Aha! Nice. Daar ben ik tevreden mee. Een goede hoeveelheid mini-mushrooms. Volgende minigame! Ik wil graag een 1 tegen 3 en dat ik dan zeg maar de 1 ben. Dat vind ik wel leuk. Drie mensen helemaal slopen. Free throw! Oké, is goed. De 3 gooi. Natuurlijk. Nederlandstalige Mario Party game. De 3 gooi. Hoe kan het ook anders? Wat hebben we voor moois? Ah, deze is wel leuk. Je gooit met B. Oké, prima. Dat haal ik wel in één keer. Je moet in baskets gooien. Die bewegen, als het goed is, denk ik. Ik ben die ene gast die heel goed kan basketballen. En welkom bij mijn basketbalparty. Een deel van de strategie is timen en een deel van de strategie is gewoon heel veel ballen gooien. Kijk eens aan. Oh shit. Maar het is vooral timing. Het is vooral ook heel veel ballen gooien. Oh, kut. Oh, er zit er ook eentje in. Ah, shit. Het is mijn basket. Yes. Oeh. Wat gebeurt als ik niet... Ja, je moet echt springen, want anders dan kom je gewoon echt niet ver genoeg. Hopla! Hopla! Ik dacht even, ik gooi... Oh, zo, hoppakee. Ik pak ze allemaal, jongen. Alles wat er boven langs komt. Op de lopende band. Letterlijk, een lopende band. En ik gooi ze erin. Pats, 9 stuks. Nice. Doe maar meer geld, alsjeblieft. Het is niet eens of ik er veel mee kan, maar... Het doet me goed dat ik het heb. Thanks, game. Volgende ronde. Spanning en sensatie. Verstop je kinderen. Woep. Ik hoop echt dat Toad me gewoon naar de ster wil brengen. Dat zou ik heel fijn van hem vinden. Oh, wat lullig. Nu gaat Donkey Kong zo meteen de goede kant op. Zeker gaat Wario weer de verkeerde kant op. Wario heeft echt een rot leven. Arme man. 2. Ah, goede worp. Oeh, een mysterieus vakje. Oh, fucking achtbaan. Maar nu gaat ze de andere kant op, dus het kan juist misschien helpen. Of ze gaat echt net langs de sterren, of ze eindigt er echt precies voor. Eén van de twee. Nee, je bent er wel voorbij. Als niemand gewoon de ster pakt, is het goed. Want dan win ik gewoon op hoeveelheid muntjes. En er zijn waarschijnlijk een paar extra sterren voor minigames en shit. En die win ik waarschijnlijk ook. Omdat ik een fantastisch lekkere prinses ben. Laat de itempie gebruiken. Doe maar de... Oh, het staat er ook echt. You will bypass all board defense. Dat kun je ook in je voordeel gebruiken. Nee, oké. Ik ga geen mushroom gebruiken dan. Alsjeblieft, gooi hoger dan 1. 6. Nice. Goeie keuze. Goeie keuze. Oh, er gebeurt daar niks. Oh, jammer. Item shop. Sowieso. Sowieso. Ik ga die Boo Mishap kopen als ze die hier hebben. Heb je die hier? Magic lamp. Call on the genie of the lamp who will take you directly to the star. Ho, ho, ho. Dat gaan we doen. Mag ik maar 1 ding kopen of kan ik gewoon die hele winkel meteen leeg kopen? Ik ben fucking rijk, G. Ik had gewoon 2 sterren kunnen pakken. Gewoon keiharde PC inmaakheid. Ah shit, ik heb al 3 items. Kan ik ook een item wegdoen of moet ik ze dan echt gebruiken? Ha, het legendarische prinsessenteam komt weer samen voor een nieuw potje gezelligheid. Voor jong en oud. Voor de familie. Order up. Het is een restaurant minigame. Eh? Is dat met een restaurant? Restaurante pizza. Het is Ik heb thuis mijn raam openstaan. Ik zal hem even dicht doen, want ik ga dood hier. Hoppa. Omdat ik een niet zo professionele YouTuber ben, zou ik het er niet uit editen. Die paar seconden pijn, dat geeft het gevoel dat ik ook gewoon een echt persoon ben en niet een robot. Of toch wel. Toad will order items that you must find in the boxes before the other team. For his first 3 points win. Move, open a box. Oh yeah, ik kan het wel een keer. Het is een beetje een lucky game, maar... Er is een tafel met dozen en Toad zegt van, ik wil een hamburger. Dan moet je zien van, oh daar is de hamburger. Moet ik even onthouden waar alles zit ook? Hamburger zit daar, corn dog zit daar. Oeh, dit wordt moeilijk. Oké, wat wil je? Ah, het draait ook nog, laat maar. Je had nog kunnen voorstellen van ja, de hamburgers liggen dicht bij die hamburgertje. Nope. Het is gewoon een beetje gokken dus. En gewoon zo snel mogelijk dingen openmaken, dat vergroot lichtelijk je kans. Shit. Ze hebben hem gewoon al. Wow, motherfuckers. Je kan het houden, de friet zit tegenover de soep. En de hotdogs tegenover de hamburgers. Dan kun je dat een beetje zo gebruiken. Hot dogs tegenover hamburgers. Onthoud dat. Als je een van de twee vindt, ren naar de overkant. Kijk. Friet, hamburger. Boom, bitches. Dat is wel een leuke minigame. Ah, leuk man, die Toad. Weet je, oh, ik ben Toad, ik wil eten. Toad, je moet wel even oppassen, man. Als je zoveel eten eet, ik weet niet of het wel gezond is. Ik weet niet of het voor jou is, maar... Oh, ik heb thuis helemaal niet opgelet met hoe het spel in elkaar zit. Soepie en een corndog. Soepie en een corndog. Dan is een corndog. Vind dat soepie, Rick. Snel. Yes. Lekker soepie. Ik heb het gevonden. Mijn commentaar onder deze minigame is erg goed. Ja, lekker soepie. Vind dat soepie. Kuppen soepie. Championen soepie. Koninginnen soepie. Prijssoep. Courgette soep. Gadverdamme. Oh, ja. Oké.
Soepie en een patatje. Dat kan ik wel. Nou, ik kan het ook niet. Weet ik veel. Oh, fuck. Daisy! Nee! Fuck. Het wordt nog spannend. Ik wilde net naar dat soepie toe lopen. Verdurrie. Oké. Soep tegenover patat. Ergens op het bord. Enige wat ik weet. Er zitten ook meerdere soepjes en patatjes op. Dus dat is een beetje onhandig. Gewoon gokken, joh. Soep en een corndog. Oké, is prima. Hebben ze er al in? Nee, ze hebben er ook nog geen. Corndog. Hey, pak het soepie daar. Dat is geen soepie. Oh, we hebben hem. Nice. Oh. Wat een opluchting. Oh, ik kan eigenlijk normaal slapen. Hey, we won, man. What's a good shit? Doe maar meer geld, alsjeblieft. Ik heb nog niet genoeg. Dit is kapitalisme uitgelegd. Ik heb 100 muntjes en de rest... Oh, mogen we ook wat muntjes? Nee, fuck op. We hebben communisme nodig. Pak allemaal muntjes af, verdeel ze netjes over alle andere mensen. Gelijkheid. Oh, godver Donkey Kong. Wat ga je nou weer een 9 gooien dan? Ah, niet alsof je bij de ster kan komen met 9. Toch? Toch? Nee, dat red je niet. Toch? Toch? Oh, het scheelt weinig. Hij koopt ook gewoon iets. Motherfucker. Wat koopt hij? Een warp pipe. Wat brengt je nou een willekeur? Oh, hij heeft ook niet eens genoeg geld. Gast, we zitten echt in beurt 7 of 8. En jij hebt niet genoeg geld om de ster te kopen. Wat ben je aan het doen met je leven? Kies maar een lekker doosje uit. Dat is wel leuk. Oh, mooi. Nou, je neemt een leuke paddenstoel. Ik heb een magische lamp en ik ga er keihard over wrijven. Wordt vet. Oeh, loterijtje. Doe maar mee. Is wel leuk. Altijd leuk om te zien als iemand meedoet aan de loterij. Als ik maar niet meer geld hoef uit te geven aan de loterij, vind ik het prachtig. Ik doe het wel, want ik heb veel geld en ik wil graag nog veel meer geld, als dat mogelijk is. Woep, woep, woep. En ze heeft blauw, een mysterieus item. Oké. Wat heeft ze voor moois gewonnen? Yay! Helemaal blij, die meid. Kijk die chick gelukkig zijn dan. Met een lekkere paddenstoel. Een vriend van mij, die kwam ik laatst tegen. En hij was gewoon letterlijk een bak champignons aan het eten. Gewoon letterlijk een bak champignons. Van de supermarkt en dan gewoon uit de bak. Losse champignons. Dat heeft gewoon mijn hele idee van hoe champignons gegeten worden veranderd. Het was een gamechanger. Zo een keer een gast op stage, die at gewoon een hele avocado. Gewoon één keer zo leeg. Kun je doen. Ik wil je gewoon even laten weten dat, ja, je kan in één keer een bak champignons leeg eten. Je kan een banaan gewoon in één keer zo hap opeten. Wist je dat? Ja, doen we meer mensen. Arme Wario, hij blijft maar rondjes lopen. Wario is zo mij in mijn leven. Gewoon rondjes lopen en het komt wel goed, joh. Hey, ben ik nu aan de beurt misschien? Wat fijn. Laat ik een item gebruiken dat mij naar de ster brengt en shit. Oké. Item. Ik wil graag gebruiken mijn magische lamp. Ja. Wie is de genie? Is het een boe of wat is het? Wat voor magische geest komt er naar me toe? Wow. We get it. You vape. Flauw. Oh, wow. Dit is wel coole shit. Is het een toad? Was het een hele grote toad? Was dat het? Wel benieuwd wie het is. Of is het een los character? Wel super grappig dit. Trippy shit. You count, master? I am known as the genie of the lamp. I will take you to the star as you wish, master. Kalazam! En bam, springt hij zo met zijn dikke lichaam zo op de grond. Whee! Mag ik dan wel nog gooien? Mag ik hem wel meteen kopen? Yo! Congratulations, Peach. Wil je die ster kopen die je eigenlijk al heel lang geleden had kunnen kopen? Ja, hier is hij. Hartstikke mooi. Dankjewel. Doe je prettige zaken doen. Woep! Yes! Eindelijk! Misschien komt de volgende ster wel achter dat plekje waar die mini-shroom ligt. Hey, daar ga ik gewoon heen. Ik hoef alleen maar de route te volgen. Voor mij gaat Daisy ook die kant op. Ik mag niet nog een item gebruiken, dat is jammer. 9. Oh, dat is lekker hoog. Laten we even lekker meedoen met deze gezellige loterij. Yo. Loterij, hoe gelukkig voel je? Gast, ik gooi zo al mijn geld erin. Ik win vast wel iets. Hoppakee, ik pak die 100 muntjes. Je bent het waard. Nah. Oplichters! Oplichters! Ik wil mijn geld terug. Yo, doei Toad. Dankjewel voor het stelen van mijn geld. Echt zo. Echt heel dicht bij de ster. Alhoewel... Een vraagtekenvakje voor de ster. I don't know, man. Oh, dat valt wel mee. Oké, ik tegen de rest. Eindelijk, mijn dromen komen uit. In welke minigame mag het zijn? Candlelight Flight. Oh, mooi titel.
Ben benieuwd. Candlelight flight. Candlelight flight. Okay. One player holds a candle, while the other three try to extinguish the light with their water guns. Oei, dat is wel moeilijk. Ik ga maar gewoon in één keer lopen. Zij hebben waterpistolen, ik heb een kaars. Probeer ze te ontwijken. Het klinkt best tricky in ieder geval. Oh, het is wel donker natuurlijk. Dat is wel fijn. Sowieso gewoon instant kill. Ik word gewoon one-shot. Aha! Kut. Maar ze mogen je al meerdere keren raken ofzo? Doe nerds! Oh shit, je moet niet een te dicht bochtje maken als je al in ze zit. Haha, nerds! Ah, hij wordt al een stuk vager inderdaad al. Ah, jammer. I tried so hard. I got so far. But in the end, it doesn't even matter. Ik heb even verloren, minigame. Niet leuk, man. Feels bad. Feels bad, man. Jammer dit. Als je dit leuk vindt, ik kan zo nog een heleboel XL gameplays doen van Mario Party 4. Alle maps. Hoppakee, doe het zo hoor. Pas maar op. Oké dan. Ik dacht eventjes, ze gaat met mij van plaats wisselen. Dat zou best wel slim zijn om te doen, Donkey Kong. Dat is een kans van 1 op 3 dat je een ster pakt. Maar nee. Donkey Kong wordt graag heel groot en loopt langs de sterren als hij hem tegenkomt. Dat is wel fijn. Maar wat heel vaak gooien. Oh, dan loopt hij langs mij. Dan plet hij me misschien. Geen idee wat deze game al in petto heeft voor deze Donkey Kong. Oh, zo ver komt hij nou ook weer niet. Nou, mag je niet meedoen met de loterij. Leuk voor je. Wel 6 muntjes erbij. Gefeliciteerd. Oké dan. Dat is Donkey Kong. Het gaat nog goed. Mijn plannen lopen nog. Volgens plan. Oei, je mega mushroom. Al meer mensen die grote paddo's prefereren. Daisy, wat doe je? Wat doe je? Wat doe jij? Bam. Gooi een keer een 30. Legendary 30. Kom je lekker ver op het bord in ieder geval. Zodat dat je die achtbaan kan slopen als je zo groot bent. Stiekem hoop ik dat iemand nog op een Bowser-vakje komt deze game. Bowser-vakjes zijn leuk, vooral in latere games. Ik weet niet zeker of het zo is in deze game, maar soms worden de sterren ingezet. Als je dan verliest, dan ben je gewoon een ster kwijt. Dit is een soort individuele minigame, meestal. Meestal moet iedereen een eigen minigame doen tegen Bowser. En als je wint, verlies je niks. En als je verliest, dan ben je geld kwijt. Dat is ongeveer de Bowser minigames meestal. Oh shit, ik kan nog een paddenstoel kunnen gebruiken. Ah joh, prima. Gefeliciteerd, Peach. Wil je de ster kopen? Ja joh, is goed. Prima. Tik hem aan. Nice. Alles is nog goed gekomen. Ik hou van een game met een happy ending. Rotsen vlotsen. Yay! I'm the wiener. I am a wiener. Volgende ster is hier. Hey Wario, dit is jouw moment om te shinen. Daar loop jij al de hele game rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Elk rondje is anders. Oké, wat kopen we? Buy an item. Item bag? These three items are inside the bag. You won't know what until you buy it. These chase away any boo that's after your coins or stars. Ja, je kan dus met die boeken in een ster stelen volgens mij. Misschien moet je hem wel ook nog betalen, maar... Go in Chomp to change the current location of the star. Hahaha, even Wario naaien. Nee, ik wacht wel tot Wario die ster pakt en dan steel ik hem van hem. Je bent wel redelijk veel geld kwijt. Toch wel handig om zoveel geld te hebben. Ik had trouwens nog wel even een paddenstoel kunnen gebruiken. Oeh, we gaan op dit willekeurige vakje. Oh nee, shit. Ik weet niet hoe rekenen werkt. Laat maar. Neem alles terug. Hoeveel rondes moeten we nog? Misschien gaat Wario de sterren maar niet halen, joh, momenteel. Er zijn nog best wel weinig rondes, denk ik. We zijn bijna klaar met de game. Paratrooper Plunge. Ik zat te denken om misschien aan het einde van de aflevering het uur nog even te vullen met wat willekeurige minigames. Alleen het ding is, omdat ik op deze save game zit, heb ik heel weinig minigames. Je moet een minigame eerst in de game mode tegenkomen, volgens mij. En dan pas kun je hem in de minigame scherm spelen. Maar ik kan ook even mijn andere save game laden, daar heb ik ze wel op. Move around while you're falling to get the most coins and avoid all the enemies. Nou prima joh, dat hoef ik niet een keer te oefenen. Het is gewoon stuur. Stuur met beweging, stick. Dus don't do not try this at home. Dat kan ook niet, want je huis is helemaal geen vliegtuig. Heyo! Nee, maar uit het vliegtuig springen... Er zijn geen echte munten in de lucht. Euro's vallen gewoon, schijnt. Oké, waar ben ik? Oh, de roze ballon, dat is fijn. Motherfuckers! Gaat wel goed, volgens mij. Padoem, poem. Money! You got caviar! Pam, 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 pam. Dat is een nummer van Pink Floyd, genaamd Money! Dat is een goed nummer. Luister het. Ik begin met een kassa. Die kachinka, poing, poing, ping, pang doet. Money! 24. Ik ben de rijkste motherfucker van het land.
Vecht mij, Bill Gates. Vecht mij. Bill Gates is echt een toffe man. Er is op Reddit is er een ding dat heet... Ik zou dat met Serpent Gameplay ook moeten doen. Dat zou super cool zijn. Enige YouTube kanaal die dit heeft. Reddit heeft iets dat heet Secret Santa. En dat is dan rond de kersttijd. Dan kun je inschrijven. En dan krijg je een adres van een willekeurige persoon. En die kun je aan zijn pagina zien van... Oh, ik hou heel erg van bijvoorbeeld sport. En ik hou heel erg van Harambe, bijvoorbeeld. Dan koop je voor hun een cadeautje. Maar minimaal €20 of zo. En dat stuur je naar ze op. En dan stuur je een bewijs naar de website. Van, yo, ik heb het cadeautje gestuurd. En dan wordt jouw naam in de hoed gedaan. Dat iemand anders die weer meedoet, die krijgt dan jouw naam. En die koopt een cadeautje voor jou. Dus uiteindelijk koopt iedereen... Allemaal willekeurige mensen kopen cadeautjes voor elkaar. En je moet eerst een cadeautje op de post doen. Voordat je mee mag doen. Zodat je niet hebt dat mensen... mee gaan doen, een gratis cadeautje krijgen en voor de rest niks doen. En er zijn dus redelijk wat bekende mensen die meedoen aan het hele project. En er was dus iemand die had als Secret Santa, die kreeg een cadeautje van Bill Gates. Die kreeg een Xbox One, een computer, een gigantisch pakket bij haar huis afgeleverd. Met daarbij een foto van Bill Gates in een kersttrui. En dat is fucking vet. En het is heel leuk, want je hebt een soort extra kerstcadeautje van wereldvreemden van het internet. Die op basis van je interesses een cadeautje uitkiezen. En je mag iemand anders verrassen met een cadeautje. Dat is best wel leuk. Het is een leuk idee. Dus, Serpent Gameplay Secret Santa. Ik heb alleen geen zin om het te regelen, dus dat is even het enige probleem. En wel iedereen een cadeautje, misschien. Doordat een paar mensen genaaid worden en geen cadeautje hebben. Dat is dan weer heel jammer. Hey Mario, wat kom jij nou weer doen? Stinky. Oh shit, hij heeft de sterren maar niet gepakt. Motherfucker. Is dit de laatste beurt eigenlijk? Voor mijn gevoel zit het echt heel dicht bij de laatste beurt. Ik ga wel met Boe geld stelen van iemand. Haha, meer of meer geld voor mij. Yo Boe. Steel a star. Oh, dat kost ook echt heel veel geld, joh. Steel coins, kost 5. Ik heb hier 25 voor betaald, dus ik neem maar dat je redelijk veel geld pakt. Ik steel van Donkey Kong. Misschien is het een percentage van hoeveel ze hebben. Dan steel ik liever van Daisy. Yo, Daisy. Je geld. Je kan ook gewoon wegjagen. Nou, het is niet gelukt. maar 23 coins? Nou, ik heb alsnog mijn best gedaan. Ah, prima, joh. Zolang Daisy maar minder geld heeft dan ik. Ik ben de rijkste man. Slash vrouw. Slash man-vrouw in de game. Ik wil van een leuk vakje komen. Gooi me eens op een leuk vakje. Zo'n lekker Bowser vakje of zo. 2-2. Leuk. Wat krijgen we voor moois? Wat voor pair a sailing. Ah, mooie minigame. Wat je in paarden doet en zo. Wow. Oké, dan wat is pair a sailing dan? This is a coin collecting bonus game. Teams cooperate in the boat and parachute to get all the coins they can. Woo! Oké, met de boot kun je dus sturen en versnellen. En als parachute sailor kun je alleen maar sturen. Oké. Laat mij maar dan een parachute sailor zijn. Die moet de muntjes dat eigenlijk pakken. Ja, precies. Dankjewel. Shout out naar jou. Ik hoef alleen maar links en rechts te bewegen. Dit kan ik, denk ik. Denk ik, gang. We gaan al die muntjes pakken, jongen. Het duurt nogal lang voordat je eenmaal van links naar rechts kan wisselen. Dus je mist daardoor soms nog wel een beetje wat, maar... Voor mijn gevoel doen we het pretty good. Oh, en ook hoe sneller ik ga, hoe hoger ik hang natuurlijk. Dat is ook weer waar. Ik vind Donkey Kong, voor een aap, die zeg maar over het algemeen niet het IQ hebben van mensen... Doe je het best goed, mijn vriend. Hoe je die boot bestuurt en zo. Ik kan zelf niet eens een boot besturen, maar jij doet het echt gewoon... Alsof je geboren bent om deze boot te besturen. Dankjewel, aapman. Jij Tarzan, ik Jane. Meer andersom. Jij, Jane. Ik, Tarzan. Mooi, man. Seks met een aap. Wie heeft er niet aan gedacht? Ik. Voornamelijk. Yay, I win. A very nice match. Dat ze misschien toch beter op medium moeten zetten. Nee, ik hou niet van uitdaging. Dominatie, daar hou ik van. Niet in de bedroom gamer, maar wel in deze game. Is het einde van de pot? Of is er nog één laatste ronde? Laatste ronde! Ding, ding! Nou, het is wel heel lang wit. De game is gewoon vastgelopen. Hey, het is af! Het is af! Hier zijn de resultaten. Iedereen is een loser. De groeten. Number of stars. Nou, 0002. Nou, mooi. Number of coins. Ho, ho! Money. Nice. En de number of bonus stars. Players receive a star for each bonus they win.
First, the Mini-Star Game. De persoon die de meeste coins in minigames heeft gekregen. Haha, nou, wie zal het zijn? Wow, Peach, who then? Oké, ik heb ze dan nog even hard ingemaakt. Toch wel. Misschien is Mario Kart niet alleen maar luck. Misschien is Mario Kart ook gewoon zuivere skills. Nou, denk het wel. Nee, valt wel mee. Oké, is er nog een bonusster? De Happening Star. Nee, ik heb niet heel veel Happening Space gepakt. Voor mij is dat Daisy, denk ik. Of Danky Kang. Ah, het is Daisy. Nice, nice, nice. Ah, Daisy is een winner! Je hebt alleen maar geluk gehad dat je op Happening vakjes kwam, Dave. Dat zijn geen skills. En dan nu, de grote uitslag. Wie zal het zijn? Ik gok Daisy. Ik denk dat Daisy wel gewonnen heeft overal. Abham! Yay! De winner is Peach! Oh my god, een cadeautje. Ik dacht even dat het een kroon was of zo. Nee, nee, gewoon een cadeautje met confetti. Fucking confetti kanon. You are the party star! What up? What are those? Party stars. Results. Ja, geloof ik allemaal wel. Haha, cute. Laten we nog een hele map spelen! Yay, ik heb toch niks te doen vandaag! Woo! Oké, ik geloof het allemaal wel. Oké. Dan ga ik verder. Ik vind het prachtig. En dan kan ik weer terug. Oké, ja. En dan? Oh, skip. Ja, oké, nice. Yay! Do not turn off. Memory card. Is goed. Ik heb nog een brief, heb ik nog wat vrijgespeeld? Nee, dat niet. Oké, okay, even gauw de PlayStation of de Wii resetten. Ik speel het vanaf mijn Wii, zodat ik betere beeldkwaliteit heb dan wanneer ik het vanaf de GameCube speel. Wii heeft een semi-HDMI-aansluiting. Niet volledig, maar er kan een of andere dikke rare kabel in die SCART omzet naar, weet ik veel. Het is in ieder geval mooier, geloof mij. Sowieso, als ik kijk naar hoeveel kabels ik hier overal op liggen die naar consoles en beeldschermen lopen, ik vind het best knap. Weinig Nederlanders die veel weten van hoe je een Wii moet opnemen. Niemand geeft een neuk. Start. Yes. Slot A natuurlijk. Prachtige memory card. Ga even in slot 1 even poeren. Wat houdt het in? 4, 39 sterren. Niet heel veel Mario Party 4 gespeeld in ieder geval. Nee, ik heb nog een andere memory card ergens liggen. Daar heb ik vast wel meer op staan. Misschien. Oké, laten we gewoon minigames doen. Minigame mode. Yes. Nou, ik kan tegen wat bots op medium gaan, om het toch nog een beetje uitdagend te maken. Kijken of er nog een paar minigames tussen zitten waarvan ik meteen denk, oh ja, die waren vet leuk! Waarschijnlijk niet. Weet niet of ze nog bepaalde minigame modes hebben. Vast wel, iets. Ik doe niet gewoon even losse minigames, wel fijner. Oké, dit is de... You won him, now you can play him. Look at the minigames you've won. Mix and match in a custom list. See who... Who's who in minigames? Ik ga wel gewoon minigames spelen. Why do you want to play these here minigames? Free play, team play, battle mode, tic-tac-toe mode. Grappig. Dan doen we gaan even battle mode. Nou, ik heb weer geen vrienden, Rick. Helemaal prima. Ik wil graag spelen als Luigi. Ik zin in. Luigi. Oh nee, no! Stop! Thank you. En ik wil graag tegen Yoshi. Medium. Mario, medium. En. Waluigi, medium. Nice. Lekker veel groen op je beeldscherm. Ik wil een Bowser minigame proberen. Hoe kom ik daar? Bowser. Fruits of Doom en Balloons of Doom. Laten we Fruits of Doom spelen. Geen idee wat het precies inhoudt, maar dat komen we zelf wel achter. Ik heb gewoon één Bowser minigame niet eens vrijgespeeld. Schandalig. Mwahahaha, ik ben de Bowser. Ik heb een minigame voor jullie. Nou, maar Bowser is niet gewoon dood. Waarom iets met fruit? Bro. Want we hear the rules? Yes. Alright, listen up, weaklings. I'm gonna explain the rules of this game. So no snoozing. Master Bowser will say which fruits he wants to eat. He's very particular. Vind je van mijn Engels, dat is een beetje de moeite doen. Then you guys must find the right fruit and bring it to him.
And don't mess it up! Ho 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 ho! Stand in front of the fruit and press A to grab it. Yeah, press A, you simpletons! If you bring a fruit that Master Bowser didn't ask for, or if you bring more than the number he asked for, I love this part, then things might get a wee bit warmer for you. Yeah, like a London broil. Broil? Now, let's get started. Is goed. Fruit pakken. Ik heb zoveel honger. Oké, hoe werkt dit? De uitleg was niet heel duidelijk. Appel, appel. Wow! Wat is deze minigame? Appel. Ja, prima. Appel. Prima. Appel, appel, ananas. En dan? What happens then? Mmm, lekker. Ik moet een appel kiezen, Yoshi. Niet een sinaasappel. Nee, niet dat ding. Whatever that is. Yoshi, ik heb je op medium gezet. Ik dacht dat je een intelligente man was. Een moeilijke minigame, zeg. Vooral als je als vierde bent. Choices. En hoe gaat het nu ook verder? Krijgt hij dan een nieuw lijstje? Of moet de volgende persoon nog een appel geven? I don't know. Oh, het is wel gewoon goed? Huh? Wat? Of moet het gewoon ergens op de lijst staan? Ja, ik wil zeggen, hij had ook pineapple gezegd. Hij had ook nog een keer apple, dus dan mag ik dat... Het moet gewoon ergens op de lijst staan. Ja, oké. Okay, dus als er maar drie... Als er twee appels op staan en je bent voor de derde keer een appel, dan ben je af. Dat is een beetje hoe de minigame werkt. Oké. Okay. Nou, zolang de volgende gast niet nog een appel pakt, ben ik in ieder geval nog een ronde levend. Wel een geinige minigame. Yummy! Niet de appel! Niet de appel! Nee, pak maar die banaantjes. Pak maar die banaantjes. Wel een grappige minigame dit. Op een gegeven moment wordt het ook een beetje gokken en wie gaat er de fout in en... Ah, oh, ja, dagend. Is banaan goed? Nou? Nou, hij vindt het nog steeds lekker. Nee, dat is fijn, dat is fijn. Dan kies ik nog een appel. Hoeveel dingen stonden er überhaupt op die boodschappenlijst? Deze minigame duurt lang, man. Jezus. Hier heb je een appel, meester Bowser. We zijn opeens je slaven en dat vinden we dikke prima. Huh? Wat zeggen? Het was helemaal dramatisch of ik iets verkeerd had gedaan, maar een appel stond er echt twee keer op. Heb ik strawberry ergens op de lijst gezien? Nog een appel? Ben je het zeker, Yoshi? What's in the second waka? Het zou kunnen, mijn vriend. Misschien weet jij meer over Bowser's eetgewoonte dan ik, maar... Ik kan me niet kristalhelder herinneren dat de appel er zo vaak op stond, maar... Wie ben ik? To judge. Oh! Oh! Fuck you! Get rid of this! Nou, oh, dat was het gewoon. De eerste persoon die af is, wordt gewoon geburned. Oké. Okay. Lachen. Die andere doen, dat is gewoon een ballon oppompen volgens mij. Gewoon vier player games pakken, denk ik. Ik wil graag naar de... Vier player games. Manta Rings, Slime Time, Book Squirm. Oh, die is wel leuk. Deze is leuk voor mij. Dan komen er gaatjes in een boek en dan moet je er iedere keer doorheen. Voor mij staat deze ook op de DS, of ik ken hem gewoon van deze crash van de game. Ik kan binnenkort ook een video maken van Mario Party DS. Die heeft echt nog een story mode die nog de moeite waard is. Gewoon een nieuwe serie op Serpent Gameplay. Mario Party DS. Geen idee of iemand daar zin in heeft, maar... Om een of andere reden vinden mensen het heel leuk om DS games te zien. Jullie zijn rare wezens. Wij zetten het gaatje nu rechts. Rechtsonder. Ja, wie is... Oh ja, hier zou staan. Woep. Oké, maantje, ja. Maan, als in The Voice of Holland Maan. Of was het van een ander kutprogramma? Met zingen en zo. Woe! Oh shit, ik keek even naar Yoshi. Wat doe ik? Waarom keek ik naar Yoshi? Verdomme. Nou wil ik winnen ook. Wario won. Klonk ik als... Mario zojuist, of niet? Weet je wie heel goed Wario na kan doen? Thomas. Die kan echt heel goed Wario nadoen. Wario. Hij kan dat. Nog één laatste puzzeltje doen voordat ik de video voor eens en al het afsluit. Oh, echt zijn er 16 minigames. Wauw. Dat is weinig.
Toads Quick Draw. Geen idee wat hier gebeurt, maar ik ga het spelen, jongen. Helemaal kapot. Toads Quick Draw. Kom maar op. When Toad raises the flag, that you have to find the balloon that's the same color and shoot it. Oké, nou, goed Toad. Ik weet niet wat jij allemaal op hebt, maar ik ga deze minigame kaart domineren. Kom maar op, medium level bots. Ik sloop jullie. Is het gewoon echt één, is het echt een minigame van een paar seconden? Want je hebt ook hele korte minigames, die zijn ook wel bekend als microgames. Waarom ben ik blauw? Beetje onlogisch. Luigi groen, Yoshi is groen. Fuck die shit. Toad, wat moet het worden? Roze. Pats. Haha! Ik sloop ze echt helemaal hierin, jongen. Ik heb genoeg Call of Duty gespeeld om dit te kunnen. Ik ga voor die groene alvast. Hij gaat sowieso die groene vragen. Vind ik. Oeh, hoho! Echt nasty reflexen hebben ze hoor. Echt gewoon smerig. Hoe snel het allemaal gaat. Oké, ik ga voor rood. Fuck, nee, ik schrok mis! Oeh, ik dacht ja, het moet wel heel snel zijn. Toen in de haast maar misgeschoten. Het is echt spannend, het is 1-1-1. Wie gaat dit winnen? Lichtgroen. Blauw, 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 blauw. Oh, weer mis. Oh, fuck. Yes, ik heb hem. Woe. Zodra ik misschoot, ging ik eigenlijk wel vanuit dat het niet meer te halen was. Maar het is wel te halen. Als je maar gelooft. Geel, geel. Paars of geel? Sowieso. Boom. Motherfuckers! Dan even kijken voor deze XL gameplay. Ik heb het heel goed naar mijn zin gehad. Als jullie meer Mario Party willen zien, kan dat? Anders, ik wil ook nog wat Far Cry. Ik wil Far Cry 2 en 1 binnenkort een keer XO gameplayen. GTA 5 moet nog steeds een keer installeren. Misschien leuk om wat te introduceren met een XO gameplay. Alles. XXL. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je de hele video hebt afgezien. Als een klein... Vond je hem blijkbaar leuk? Dan is een duimpje omhoog al van toepassing. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Ik ben er dan weer. Hopelijk jij ook. Dankjewel voor het kijken. Doei!